Skyvision is een van de eerst volledig gecertificeerde drone-operators van Nederland. Ivanka, jij bent Marketing en Sales Director. Wat doet Skyvision precies? Ja, wij verzorgen commerciële dronevluchten in opdracht van verschillende bedrijven. Dit kunnen zijn inspectievluchten van bijvoorbeeld gebouwen. Maar ook bijvoorbeeld het in kaart brengen van grote gebieden voor nieuwe wegenbouw of het nieuw te ontwikkelen bebouwing. Nu zijn jullie een van de eerste in Nederland. Hoe is dat zo gekomen? Dat is eigenlijk ontstaan uit een passie voor de luchtvaart en voor het stukje techniek waar wij mee bezig zijn. En dat is gewoon ontzettend mooi en daar halen we heel veel plezier uit. En wie zijn dan precies jullie opdrachtgevers? Dat zijn de grotere bedrijven, zeg maar, en overheidsinstellingen. En wat wij doen, wij vliegen dus bijvoorbeeld inspectievluchten. Zo werd er ook een inspectievlucht uitgevoerd bij de Edithbrug in Ravenstein. Het gaat om een spoorbrug van ongeveer 150 jaar oud, van staal. En de staal is geconserveerd. En de eigenaar van de brug die wilde weten wat de technische conditie is van de conservering. Normaliter sturen we gewoon inspecteurs. Nou, dit keer vonden we eigenlijk de brug een beetje ingewikkeld. Dat is een hele grote brug, die zit boven water. Inhuur van middelen verhoogt de prijs aanzienlijk, zeker als je een boot moet inhuren. En we hebben de brug geïnspecteerd met behulp van een drone. Samen met Arcadis zijn we hier bezig geweest om een spoorbrug te inspecteren. Voordat we naar zo'n locatie kunnen gaan, moeten we natuurlijk eerst kijken of we überhaupt wel mogen vliegen. En van daaruit maken wij een risicoanalyse. We mogen namelijk er niet overheen vliegen wanneer er een trein in de buurt is. Daarnaast, zodra we op locatie zijn, gaan we met de drone de lucht in, doen we de inspectie. Naast het werken vanuit de lucht, werkt Skyvision ook vanuit het water. Daar ondersteunen zij de inspecties op roest en slijtage. Dit wordt gedaan met behulp van een ROV. Terug naar de studio.